personeel. Ja. Dus ik herinnerde aan mijn vraag vorige maand, het is eigenlijk al in maart, over de mogelijke ontslagen van en besparing op het personeel. Toen konden er geen cijfers gegeven worden en men wilde ook niet in de toekomst kijken. Ik heb dat wat aangedrongen en uiteindelijk wist de burgemeester dat te vertellen dat men misschien mogelijk voor het einde van het jaar wat meer zicht op de zaak zou krijgen, dat men het ging meenemen, zoals men dat gewoon doet, en ging bestuderen en dergelijke. En dan brak toch wel even mijn klomp toen enkele dagen na de gemeenteraad bleek dat er ter zake wel ernstige informatie voorhanden was. En die werd dan naar aanleiding van een bijeenkomst van de schepenen van Financiën van de Centrumsteden aan de pers meegedeeld over die materie, dus over personeel en dergelijke. Ik heb die persknipsels hierbij. Nu, u mag me niet kwalijk nemen, maar ik voelde me daar toch wat even voor schut gezet. Je zit dan eerst hier moeite te doen om alle mogelijke vragen over het onderwerp te stellen, om toch maar een antwoord te ontlokken. En dan wordt er elke keer een grote waas opgehangen van oh, er is nog niks, we weten nog niks, we bestuderen nog en dergelijke. In extremis wordt er dan gezegd, ja, tegen tijd van het jaar gaat je misschien wel iets weten. Maar ik vind deze manier van werken dus wel een rat voor de ogen van de gemeenteraad draaien. Hè. Als wij hier afkomen met ernstige vragen, dan vind ik dat het niet past dat er dan een paar dagen later plots wel een antwoord is dat dan in de pers kan gegeven worden. Ik vraag me dan ook af, ik heb dat trouwens in de vorige legislatuur ook een aantal keren gevraagd, of de media, waarvoor ik alle respect heb overigens, maar voorrang hebben op de gemeenteraadsleden bij het meedelen van informatie die door gemeenteraadsleden wordt gevraagd. En ik voel dit, dat we hier eigenlijk voor de gek worden gehouden, dat dit is een spelletje is dat wordt gespeeld, dat wij onze nummer hier komen opvoeren, dat iedereen hier zijn ding doet. Ik heb al vaker moeten vaststellen dat wij als oppositiepartij, als een noodzakelijk kwaad worden oppositiepartijen als een noodzakelijk kwaad in deze stad worden aanzien, dat er heel weinig respect is voor ons, dat er eigenlijk nauwelijks informatie wordt doorgespeeld, dat wij als vertegenwoordigers van een belangrijk deel van de bevolking toch maar eigenlijk nauwelijks betrokken worden bij een en ander. Ik denk bijvoorbeeld, waar ik me toch ook behoorlijk over opgewonden heb, dat is over die fameuze enquête, die populistische enquête die jullie zijn gaan houden bij een 750-tal burgers. Aan de oppositie die hier zit, wij vertegenwoordigen grosso modo 10.000 à 12.000 mensen in deze stad. Daar wordt daar niet aan gevraagd. Dat wordt populistisch in de pers geplaatst. Wij bevragen de burgers, de basisdemocratie enzovoort enzovoort. Allemaal goed en wel. Als je niks anders te doen hebt, moet je dat maar doen. Maar hier zitten de vertegenwoordigers van het volk. En dan moet je maar de vraag ook eens aan ons stellen. En ik wil maar zeggen, wij worden hier eigenlijk een beetje voor het zotje gehouden. We doen hier onze nummer vandaag. En volgende maand zijn er terug commissies waar we dan ook weer al vooruitgeschoven worden in mededelingverstrekking. Het wordt dan weer meegenomen naar een volgende commissie. Of er zal misschien eens op teruggekomen worden op de gemeenteraad. Of een schepen weet niet wat dat die moet antwoorden en die gaat het dan laten opzoeken. En we zitten daar elke keer. En dan moeten we onze vragen opnieuw stellen. En dan moeten we terug weer naar de gemeenteraad komen. En dan verschieten ze er wel dat de gemeenteraad te lang duurt. Dat is toch de schuld van de oppositie ook. Dat zijn van die dingen waar ik toch wel nu met een buik van vol heb. En ik vraag mensen alsjeblieft, houd ons nu niet meer langer voor de gek. En probeer ons eens in ernstig te houden en eens een antwoord te geven op onze vragen. Dus ik wil toch wel niet meer te gronden gaan over het thema zelf, maar ik wil toch nu wel eens even weten of jullie echt van plan zijn ons nog een rat voor de ogen te draaien en ons nog verder voor de gek te houden. Meneer Meeuws, gezien het persmededeling was naar aanleiding van de schepen van Financiën die een bijeenkomst hebben gehad, dat ik voorbeeld geven aan de schepen van Financiën in Stijn. Goed, voor minder vriendelijke vragen moet u bij mij zijn, dus ik zal daar pand houden. Meneer Meeuws, ik kan u gevoelen dat u zich over gek houden voelt, weinig aan veranderen. Ik kan u wel wat toelichting geven over wat het inhoudelijk is, omdat je natuurlijk een aantal zaken wat door elkaar haalt. Ik denk, hetgene wat er gecommuniceerd is, ook door de schepenen van Financiën van de Centrumsteden, is een stuk het aanhalen van de problematiek die zich stelt in al die steden. Hè. Die problematiek, dat is inderdaad niets nieuws. Hè. Als we de begroting 2013 op tafel gelegd hebben, was dat voor iedereen hier ook duidelijk waar de problemen zich stelden. Problematiek van vergrijzing, problematiek van economische crisis en dergelijke meer.
reden van de persconferentie was om eigenlijk aan te geven dat zich dat in alle grote steden en centrumsteden in Vlaanderen op een gelijkaardige manier stelt, die problematiek. En dat we dus eigenlijk ook vragen dat op alle echelons daarvoor moeten gezocht worden wat eraan kan gedaan worden. Op de eerste plaats, en dat zeggen we ook in die persmededeling, door onszelf, kijken wat kunnen wij als steden zelf daarin doen. Maar anderzijds ook een stukje wijzen op de verantwoordelijkheid van andere overheden die in het verleden ook beloftes gedaan hebben naar die steden en die gemeenten en die ook niet altijd nagekomen zijn. En dat we daarvoor vragen dat ook die dingen zouden correct uitgevoerd worden. Dus dat was de inhoud van die persmededeling, die ook ontstaan is eigenlijk pas na die 25e maart, waar u de vraag hier op de gemeenteraad gesteld hebt, want pas eigenlijk de dag daarna, 26e, zijn wij de eerste keer samengekomen met de centrumsteden Schepen van Financiën. Daar is op dat moment dat aangekaart en is de problematiek geschetst. De cijfers waar u naar gevraagd hebt aan de burgemeester op de 25e, die zijn daar ook niet gegeven. Er zijn ook geen antwoorden gegeven op die persconferentie. Gezegd, gaat die op die richting uit of gaan die op die maatregelen nemen? Dat is denk ik een heel andere vraag en daar is ook nog geen antwoord op geformuleerd. We hebben dan ook in de laatste commissie 1 toelichting gegeven, niet alleen van wat is er nu gezegd op, nog eens op die persconferentie. Hoe is dat die problematiek voor Turnhout? Dat was voor de meeste mensen denk ik ook niks nieuw, want dat zijn gegevens die we ook vanuit het verleden hebben als gemeenteraadslid. Maar vooral dan, en dat was dan wel nieuw, en ik denk dat er ook daar dan de primeur gegaan is naar de raadsleden, hoe zien we nu de aanpak van die besparingsoefening, zonder dat we vandaag al daar concrete cijfers op kunnen plakken, want dan was onze oefening afgerond, dan waren we rond met het verhaal. Dus ik denk niet dat we u voor de gek houden, u wilt misschien al wat rapper informatie of dingen uit onze mond vernemen, zonder dat die gefundeerd zijn, en ik denk dat het verstandig is om daar niet op in te gaan, zolang als je daar nog niet een gefundeerd antwoord op kunt geven. Schepen, het feit dat de problematiek bekend was, dat is logisch, want anders stel ik daar ook geen vragen over. Maar ik wilde daar heel concreet van weten, hoe staat de situatie hier in Turnhout? Dan wordt daar dus op die 25e maart een grote waas rondgehangen, van we kunnen nog niks zeggen. Maar zaterdag gaat hij wel met die schepen, gaat hij al op de tafel zitten, want dan is die problematiek wel ineens duidelijk. Ik kan u zeggen dat hier die problematiek, waar u nu over spreekt, dat die hier zelfs ook in het antwoord op mijn vraag zelfs nog niet eens geschetst is. Er zijn geen cijfers genoemd, maar het is eigenlijk die problematiek is nog niet geschetst. Want u hebt gezegd, de burgemeester heeft gezegd, we gaan dat onderzoeken, we gaan de ambtenaren daarop zetten, dat gaat een tijd duren, enzovoort, enzovoort. Toen ik vroeg naar, ja, ze komen er ontslagen met personeel. Ah, dat wisten we nog niet, er was nog allemaal, maar dan, enkele dagen later, zegt hij, ja, zo staat de zaak. Nee, dat is niet gezegd. U wilt dingen in de mond dat je het niet gezegd zei, er is juist gesitueerd, maar de problematiek is niet van er gaan die ontslagen komen, er gaan die op die maatregelen genomen worden, dat staat er duidelijk niet in. Ik heb dan die persartikels goed gelezen, denk ik. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat journalisten schrijven. Maar wel wat u zegt, hè? Wat ik zeg wel. En als die journalisten dat schrijven en u bent dan niet meer akkoord, dan moet je recht van antwoord vragen, want dat kunt u dan, want dan hebben ze u fout geciteerd. Maar dat hebben ze niet gedaan, dus je hebt het gelaten voor wat het was, dus is het in orde. Dat is niet waar, dat is een totaal verkeerde conclusie. Als iedereen zou moeten reageren op elk woord dat er in de pers staat, ja. Ik denk dat de kranten vol stonden met rechten van antwoord daarvan. Maar het was wel serieuze materie, hè? We mogen daarop voortgaan op wat er in de gazette staat. Volledig akkoord dat u daarop mag voortgaan. Ah, je moet niet voortgaan op de inhoud, maar je mag wel voortgaan op het voorwerp van bespreking. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dat is zo. Maar in elk geval, hoe dan ook, mij gaat het niet zozeer om de inhoud van die kwestie, daar kunnen we over discussiëren nog. Maar mij gaat het erom dat hier door iemand van de oppositie een ernstige vraag wordt gesteld en dat er op de pot wordt gedraaid en dat die er wel ernstig op kan ingegaan worden en daar achterna moeten hinken in onze informatievergadering. En als ik dat vaststel, dan voel ik mij voor de gek gehouden. Ja, dank u voorzitter. Ik wou ook even reageren als je van strategische planning, omdat ik net de verwijzing hoorde naar de bevraging die ik ben georganiseerd in het kader van Turnhout aan het woord. We hebben trouwens gisteren de bevraging afgerond en er zijn geen 750, zijn uiteindelijk 1131 Turnhoutenaren geweest die hun mening over het beleid hebben willen zeggen. Ik vind uw verwijzing en dat u zegt dat de gemeenteraadsleden daar niet bij betrokken zijn, eigenlijk niet serieus. Er zijn twee participatiemomenten geweest in de gemeenteraadsleden. We hadden eerst één ingepland, het zijn uiteindelijk twee geworden. Er was slechts één fractie die bij beide momenten niet aanwezig was. Ja, wij waren er inderdaad niet aanwezig, precies omdat we vonden dat dat dus eigenlijk een onnodige operatie was. Omdat we vinden dat dus de politici, op een heel andere manier, op het niveau van commissies op zijn minst, en op het niveau van de gemeenteraad, moeten
bevraagd worden over dat soort materies. Wij vonden dat dat dus niet nodig was om daar aanwezig te zijn. Overbodig. Mevrouw Wittebal. Ja, nu heb ik mij toch weer een klein beetje opgewonden, want ik wou eigenlijk niks over die bevraging zeggen. Maar zelfs komen er twee vragen over het AZ. Nu, je kunt nog 20 keren gaan bevragen. Als je dan de week daarop dat soort fratsen uithaalt met uw oppositie, want niemand was op de hoogte van de conclusies die er nu blijkbaar worden gedaan, dan wens ik u heel veel succes met al uw bevragingen, maar dan keltert je uw eigen participatie. Hè? Ofwel doe je dat dan fatsoenlijk en doe je dat voor elk domein, en dan had ook iedereen ingelicht moeten worden op het juiste moment over heel dat verhaal rond AZ. We hebben het er zelfs over, ik wil er zelfs geen antwoord op, maar je kunt niet aan de ene kant zeggen, we gaan de mensen bevragen, en dan zo'n belangrijk dossier, daar wordt gewoon, dat moeten wij gewoon lezen in de nieuwsbrief van CD&V, alsjeblieft. Hè. Dat is een ander voorbeeld. Dan gaan we verder met meneer De Bond. Nee, ik denk dat er eens moet geluisterd worden en ik zou dus heel graag het standpunt van de burgemeester horen. Als wij hier zitten als verkozenen van het bestuur, dat wij op dit moment meer informatie vernemen uit de kranten, dan dat we dat kunnen opdoen hier op de gemeenteraad, in de commissies, in alle vergaderingen die wij volgen. En daar is toch een serieuze verantwoordelijkheid naar de burgemeester toe, van te zeggen, jongens, zo gaat dat niet verder door. Ik heb er hier als inleiding voor de punten op de gemeenteraad, zullen die vragen ook nog terugkomen, maar daar moet ik zich niet verschuilen achter de voorzitter van de gemeenteraad, want dat is maar, zoals wij dat in onze jeugd zijn, iemand die in de suiker bollen loopt. En dat is niet om zijn functie te ontkrachten, wij vinden het initiatief van Luc Hermans heel goed. En hij is een verbindingsman naar de gemeenteraad toe, maar niet naar het college toe. Want jullie zitten achter, niet naast meneer Hermans, maar achter meneer Hermans. Algemeen genomen, beste raadsleden, blijf ik gewoon achter de verklaring staan die ik op de vorige gemeenteraad heb afgelegd, als antwoord op de vraag van meneer Meers. Enerzijds, anderzijds is het ook zo, elke gemeente en stad in de Kempen, maar ook verder buiten, voert besparingsoefeningen. En herder legt er iets uit in de pers of daarbuiten, maar het zijn oefeningen. En als ik nu de conferentie van Kempische burgemeester, die vorige week zaterdag heeft plaatsgevonden, dan stel ik toch alleen maar vast, samen met de steden van Geel en Herentals en dergelijke meer, dat wij die oefening die wij maken, zonder dat er ook maar ergens besluiten getroffen zijn, dat wij reeds zeer ver staan. Maar het is en blijven oefeningen waar dat we heel voorzichtige, ik zeg wel heel voorzichtige uitspraken doen. En ik denk, en u hebt dat zelf daar juist gezegd, meneer Meus, u spreekt dan over wazige uitspraken, ik noem dat heel voorzichtige uitspraken. Omdat ik zeer goed weet dat een te vergaande uitspraak niet aan de orde van de dag is op dit ogenblik. Burgemeester, ik wil het niet over de inhoud. Daar gaat mijn vraag hier niet over. Hè? Maar als u dus zegt voorzichtig uitspraak, ja, maar hier is wel het forum waar er moet gesproken worden. Hè? En als u dingen zou willen zeggen die u liever in besloten zitting doet, dan kan dat ook. Hè? Maar het is wel de gemeenteraad die het hoogste forum is, waar u de hoogste informatie moet geven. En dat klaag ik aan dat u dat niet doet. Als ik oordeel dat de uitspraken voorzichtig moeten zijn, meneer Meers, dan blijf ik bij dat argument. Ik blijf voorzichtig in dergelijke uitspraken, zeker wanneer dat het over personeel gaat. Er is geen enkele collega van mij buiten een aantal steden, andere centrumsteden, die dat gedaan heeft, maar ik doe geen uitspraken over het personeel van deze stad. Burgemeester, als u dat gevraagd wordt, moet u dat dus doen. Maar als dat inderdaad gewichtig is, dan moet u in een besloten vergadering. En in een besloten vergadering kunnen wij vrij spreken en staan wij onder eed. Maar u moet ons wel te gronde informeren. U moet niet met wazige uitspraken komen, of hoe noemt u dat, voorzichtige uitspraken komen. Daar zijn wij niet mee gediend. Wij hebben recht op alle informatie over deze stad te krijgen. Daarvoor zijn we gekozen en daarvoor hebben we het recht om u te bevragen. En u moet niet op de pot draaien omdat je zegt, ja, ik wil voorzichtig zijn.
Als u voorzichtig moet zijn, besloten zit die. Dat is in het verleden nog gebeurd. Maar dan zal het op dit ogenblik in de geheime zitting nog altijd hetzelfde antwoord zijn. Ik doe wat het personeel betreft, waar dat u naar hengelt, doe ik op dit ogenblik geen uitspraken. Dan vertrouwt u uw gemeenteraad niet. Ja, als u in de besloten zitting niet vrijheid durft te spreken, dan is er een probleem. Daar heb ik absoluut. Ik heb absoluut geen wantrouwen in de rest van de gemeenteraad, absoluut niet. Dat zult u in de toekomst ook nog wel moeten vinden. Dat zult u dan ook moeten laten blijken, hoor. Voorzitter, maar dan kent u dus ook, burgemeester, dat u op 17 april in de standaardverklaring heeft afgelegd rond het personeelsbeleid van de stad in de toekomst. Want daar wees u geciteerd worden, zeggende, we gaan een sociaal bloedbad door een massale naaktontslagen vermijden, door geen gepensioneerden te ontvangen. Dat is ook foutief. U heeft dat niet gezegd, want u is voorzichtig. Die voorzichtige uitdrukking, die is tijdens de vorige gemeenteraad, is dat heel, heel voorzichtig aangehaald, dat wij gepensioneerden in de toekomst wellicht niet zullen vervangen. Dat is inderdaad. Dat is een heel voorzichtige uitspraak. Ik denk als u een auto naast de krant legt, dat u toch andere woorden gaat lezen voor de burgemeester. En als u dan enkel via de krant communiceert en dat is niet zeer zorgvuldig, en de raadsleden weten van niks, dan zou bij u toch een lampje, we hebben u ingegeven, moeten gaan branden. En zeggen dat we gaan toch een beetje beter informatie moeten verspreiden, anders gaan we in onze kop tegen de muur rijden zoals de keer. Dus daar zouden we volgende keer beter moeten doen. En ik noteer dan dat alle kranten foutieve informatie noteerden uit uw mond en dat u dat gewoon laat passeren. Dank u wel.